Met de komst van Gerald van den Belt als technisch directeur heeft Cambuur in ieder geval de lege plek die Henry van de Vecht achterliet na zijn vertrek weer opgevuld. Er is echter nog wel wat werk aan de winkel voor de kerstverse technisch directeur. Hoewel er werd gewonnen van Volendam, draait het eerste elftal nog niet helemaal zoals gewenst. Ook is de komst van het nieuwe stadion nog niet helemaal in kannen en kruiken. Verslaggever Richard de Vries sprak met Van den Belt naar de wedstrijd tegen Volendam en vroeg hem hoe het is om weer terug te zijn bij Cambuur. Goed, ja prima. Ik, uh, ik had ongeveer vijf minuten nodig om in te werken. Alles ging weer uh, als vanouds, dus prima. En uh, met jouw komst is het uh, geluk ook weer terug bij Cambuur lijkt het wel? Nou, dat is geluk. Hè. Ik bedoel, uh, ik ben hartstikke blij dat we vanavond gewonnen hebben. Maar uh, er is een hoop werk aan de winkel. Maar uh, het begint altijd met winnen. Je was in eerste instantie uh, aangesteld hier weer voor het nieuwe stadion. En, uh, nou, met het vertrek van, van de uh, Vecht, uh, uh, toch uh, ook weer andere zaken erbij opgepakt. Nu heb je zowel de financiën als het technische gedeelte onder je hoede. Hoe wilden jullie als club dat uiteindelijk uh, gaan, gaan doen? Nou, dat heb ik natuurlijk in het verleden ook gehad. Ik heb altijd aangegeven dat ik dat niet in ide ideale situatie vind. Uh, toen hebben we het uiteindelijk opgelost met Marcel Keizer als technisch manager. Dus voor nu vind ik het ook in de eerste divisie kunnen we het wel, uh, wel even zo uitzingen. Maar op termijn is het weer goed als die functies gescheiden worden. Want het is niet, uh, niet heel goed, maar we redden ons er voorlopig wel mee. Kun je ons ook iets meer vertellen over uh, hoe, het, hoe het nu staat met het nieuwe stadion? Nou ja, in die zin goed dat we, ik denk, een heel hoop huiswerk hebben gedaan als club, samen met, uh, met de ambtenaren en alle betrokkenen, de investeerders. Dus de, de, de business case, het, het plan zoals het er uh, ligt, dat is denk ik redelijk dichtgetimmerd. Het is nu, uh, nu moeten we het politieke proces in en dan heb je het over bestemmingsplannen, over grondruilverkaveling uh, en dat soort zaken. Dus uh, het... Ik ben er heel erg uh, positief over. Uh, en uh, nu is het belangrijk dat we de, uh, met, met de politiek uh, daarover uh, de definitieve go krijgen. En op wat voor termijn moeten de supporters eventueel denken dat er gevoetbald kan worden in een nieuw stadion? Nou, idealiter zie ik eind 2018 als een, als een mooie streefdatum. Uh, maar dan moeten we wel haast gaan maken nu. Oké, okay. dank u wel. Graag gedaan. De Deson winkel aan de Schrans in Leeuwarden bestaat binnenkort tien jaar. De winkel in tweedehandspullen heeft inmiddels een trouwe basis van klanten opgebouwd die hun spullen komen inleveren en weer andere dingen meenemen. Alle opbrengst daarvan gaat naar het goede doel ter desom, dat opkomt voor kinderen die worden uitgebuit. De winkel wordt bijna in zijn geheel gerund door vrijwilligers. Het tienjarig bestaan werd afgelopen zaterdag gevierd met een inloopdag en een heropening door burgemeester Ferd Kroonen, die zelfs even achter de kassa plaatsnam. De Zwettenbrug. Na 30 jaar trouwendienst wordt de brug over het Van Harinksmakenkanaal gesloopt. Komende week beginnen de werkzaamheden rond de sloop van de brug. De beweegbare delen zullen worden verwijderd en de taluds van de brug zullen worden afgegraven. Leeuwarden Vrijbaan heeft laten weten dat de gehele brug uiteindelijk zal worden opgeruimd. De brug is overbodig geworden omdat het Margaretha Zelle aquaduct de verbinding met de Varenheidweg heeft overgenomen. Het verkeer moet rekening houden met enige overlast. Op 10 november wordt de James Wattstraat en de Varenheidweg vanaf 7 uur in de ochtend afgesloten voor het verkeer. Op 16 november wordt de Snelliusweg afgesloten.